Ja, het is opgenomen, dus hopelijk kunnen we het ooit publiceren. En het belangrijkste stukje was eigenlijk dat Yuri heeft de dominantie genomen. En daar gaat het vaak mis. Advocaten nemen nooit een dominantie, want dat, mogen ze niet, anders worden ze uit hun ambt gezet. Hij heeft de dominantie genomen, hij is opgestaan. En we stonden natuurlijk daar massaal achter hem en iedereen zat gewoon te trillen op zijn stoel. Niemand kon stilzitten, je voelde de spanning. Op een gegeven moment werd er dus besproken, is het rechtvaardig om een wraking te doen? Omdat dus de rechtbank, Maastricht-Limburg, dus heeft al een keer verboden om mensen bij te staan juridisch. Dus zeggen ze, deze rechtbank is tegen Yuri en is dus niet onafhankelijk. Het is wel een andere zaak, maar ze zeggen, deze rechtbank hoort deze zaak niet te doen. Dat zegt Yuri en zijn team, en dat snap ik ook. Maar dat is nog een klein stukje van het verhaal. Toen ging het er ook over, waarom heeft twee advocaten van Pels Rijk en één van de advocaten heeft haar naam niet gegeven. En er staan ook in de documenten bepaalde belangrijke punten niet. Bijvoorbeeld namen en handtekeningen. En het mooiste stukje was ook, waar komt deze rechter vandaan? Hij is gepensioneerd. Blijkbaar kent hij Yuri. Yuri kent hem. Hij wou niet zijn papieren laten zien. Hij heeft de belofte gedaan. Het is voor mij ook veel nieuwe dingen die je dan weer hoort. Maar ook een stukje, waar is het mandaat? Dus eigenlijk alles heeft Yuri gewoon staand. De dominantie genomen. De rechter begon te stotteren. De advocaat wou haar naam niet geven. Er zat heel veel pers. Dat zie ik toch altijd als iets positiefs. Want dan ben je toch met iets belangrijks bezig. Hoe meer erover gesproken wordt, hoe meer wij het ook weer beter uit kunnen leggen aan de mensen. En ja, nu is het afwachten of de wraking wordt goed toegekend. En als het niet wordt toegekend, dan gaat de zaak verder met dezelfde rechter. En anders gaat er een andere rechter komen. En die is al in het gebouw vandaag aanwezig. Dus ze hadden hier al op voorbereid, omdat ze wisten al dat ze een wraking gingen doen. Dus het was gewoon heel mooi om mee te maken en dat Yuri de dominantie heeft genomen, wat gewoon vaak niet gebeurt. Wat ik zelf ook wel eens moeilijk vind, omdat advocaten ook vaak zeggen, wees niet de dominant, geef gewoon netjes antwoord. Maar Yuri heeft misschien wel 6-7 vragen gesteld. En dat is heel positief, want dat is natuurlijk niet wat ze willen. Hij wou eerst ook zijn naam niet geven, de rechter. Dan kan je nagaan, dat is toch bizar. Ja. Hoe onzeker ze zijn. En de politie was heel agressief bezig. We mochten niet aan onze telefoon zitten. De telefoon moest uit. Dus het was wel grimmig, moet ik zeggen. Ook een paar mensen werden gedreigd om uit de zaal gezet te worden. Nou, dat is natuurlijk hoe we ze kennen, de rechtbank. Dat ze heel gauw Yuri de mond al probeert te snoeren. Hij is er wel tegen ingegaan. Hij zegt, ik heb meerdere redenen tot wraking. Ik wraak niet alleen jullie. Hij zegt, de advocaat van Pels Rijken zou nu gearresteerd moeten worden. Nou, toen kon je speldvoren vallen, want de politie die deed daar natuurlijk niks mee. Nee, tuurlijk niet. Nee, de vereniging willen ze dus verbieden en Yuri mag dus niet een juridisch adviseur zijn van mensen. Maar wie bepaalt dat eigenlijk? Hoe kan de staat dat bepalen? En dan in de media zeggen ze dat hij mensen ontraadt om belasting te betalen. Maar Yuri heeft dat al heel vaak weerlegd. Hij geeft alleen advies hoe je zo min mogelijk belasting kan betalen. Dat is een heel cruciaal verschil. En daarom zie ik soms ook een beetje verdeeldheid. Laten we allemaal die zichzelf autonoom vinden of soeverein meer samenwerken. Want een grote kudde kunnen ze niet opeten, maar een kleine kudde wel. En dat gebeurt ook elke keer weer. Dat mensen zich afscheiden, dan gaat die groep weer met die groep, dan weer dit. En als je met een grote groep bent en allemaal respect hebt voor elkaar, dan kunnen ze ons ook niet pakken. En dan... Het gaat gewoon om eenheid. En dat zei hij net ook, where we go one, we go all. Yes. Yes. Dus we moeten ook, we zijn niet allemaal lid misschien van de vereniging, maar wel een vereniging zijn en elkaar niet afvallen. En het juridische advies is een advies. Het is aan jou de keuze wat je ermee doet. En wij hebben ook een overheid die geeft ook advies en daarna word je gedwongen ertoe. En dan zei jij, zult niet dwingen. Dus ze gaan in tegen de universele rechten van de mens. Dus we geven elkaar advies, maar geen dwingelandij. En je bent uiteindelijk ook zelf verantwoordelijk voor je financiële keuzes. Maar we staan hier ook voor alle slachtoffers die dus, zoals Ed, uit huis zijn gezet. Deurwaarders en ze komen je huis binnen en pakken je spullen af. Ook de ondernemers momenteel, heel veel gaan al failliet. En dan nu ook moeten ze de coronasteun terugbetalen. En dan dreigen ze met aanmaningen. Ik heb het zelf meegemaakt.
verhogingen. En uiteindelijk dan, komen ze met de politie je huis binnen en dan zeggen ze, ja, je moet je huis verkopen, of je moet je auto verkopen, of je moet je dure sieraden aan ons afgeven. En ze komen gewoon binnen en ze doorzoeken je hele huis naar kostbare spullen. Contant geld kunnen ze natuurlijk ook traceren. Dus we moeten elkaar echt veel beter steunen in dit land. Want te veel mensen bloeden in een hoekje en schamen zich ook als het misgaat. Heel veel mensen schamen zich. En dat moet ook een keer afgelopen zijn. Jawohl! Hij doet natuurlijk al een miljoen.